Het begon met een zaadje in de grond. Vlak bij het water in het riet waar het ontstond. Daarboven wordt de hemel donker, het rommelt in de lucht. De bliksem slaat op het zaadje in met een vogelvlucht. Zaadje gaat ontkiemen, het gebeurt ook best wel snel. Het stofje in de bliksem, dat helpt ook wel. Nu groeit er een mooi plantje, haar naam is zetelfruit. Klaar om te oogsten, het plantje gaat eruit. Zetelfruit is lekker, ik rook het keer op keer. Het effect dat wil ik voelen, ik wil alleen maar meer. De ingrediënten heten zetelextracten, die we door het zetelfruitpotje heen brachten. Altijd van de blaadjes, die geven het gevoel. Dat noem je het zeteleffect, dat is het juiste doel. Vervolgens gaat de oogst naar ons en naar de fruitenier. We roken 20 gram per dag, puur voor ons plezier. Je gaat er heel veel paarse olifanten van zien. En ook nog gele krokodillen bovendien. Zetelfruit, zetelfruit, over hele kruid. Zetelfruit, zetelfruit, gaat er nooit meer uit. Zetelfruit is lekker.